Dit schilderij is bijna klaar. En er moet een mooie traditionele lijst omheen komen die ik zelf ga maken. Daarvoor heb ik alweer het nodige klaargezet. En de houten profielen zijn op dit moment in behandeling. En ik heb tegenwoordig een prachtig machine waarmee ik 100% verstek de hoek kan maken voor de lijsten. Een professioneel apparaat met een voetpomp en een enorm zwaar mes waarmee je dus elk profieltje keurig verstek kan maken. Vervolgens moet ik deze profielen netjes vlak schaven. En dan komt een cruciaal moment, dat is de lijst afgetekend wordt op het schilderij. En dan pak ik altijd 2 mm extra speling. Dan is het streepje, het aftekend streepje gelijk met het vizier. Nou, en dan gaat hij weer. En klaar is mijn super gladde mooi hè. Dit is echt 100% 45 graden en haaks. Nou, het kader is klaar. Het zit hier in elkaar gestoken. Het schilderij hangt erin. Nu komt de tweede fase van het lijsten maken. De lijst zelf die wordt zwart. En het randje hier, dat wordt met bladgoud ingelegd. Dat gaat volgens de ouderwetse methode. Dus ik heb gewoon champagnekrijt. En benenlijm, daar wordt een basis mee gemaakt. Die wordt er overheen gestreken. En geschuurd en net zo lang gepolijst tot het een strakke lijst is. En dan wordt hij verder afgewerkt en gepolitoerd.